Luchtvaart is van groot belang voor burgers en bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Zo maken we gebruik van luchthavens in en rond onze provincie om op vakantie te gaan, zakenreizen te maken en goederen te transporteren. En ook voor maatschappelijke toepassingen, zoals spoedeisende medische hulp, fotovluchten en inspecties, is luchtvaart niet meer weg te denken uit de maatschappij. Kortom, luchtvaart is een geïntegreerd onderdeel van onze samenleving. Maar luchtvaart zorgt ook voor uitdagingen en zorgen. Zo ondervinden sommige omwonenden van luchthavens hinder als gevolg van geluid en uitstoot. Dat terwijl er de komende jaren nog veel meer woningen bij moeten komen. Tegelijkertijd zien we graag dat ook nieuwe generaties kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving. Luchtvaart staat daarom hoog op de agenda van provincie Zuid-Holland. Zo participeren we in trajecten rond Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Een belangrijk onderwerp daarbij is de verduurzaming van de luchtvaart. Ook de luchtruimherziening en de energietransitie zijn hierbij onderwerp van gesprek. Provincie Zuid-Holland zet in op minder hinder door onder meer een ander gebruik van het luchtruim. Innovaties als vliegen op biobrandstoffen, waterstof en elektriciteit moeten er bovendien toe leiden dat de luchtvaart in 2050 volledig klimaatneutraal is. Start-ups, zoals Eviation, werken aan elektrische vliegtuigen die de 2000 regionale luchthavens die Europa telt, mogelijk met elkaar kunnen gaan verbinden. Dat brengt ook kansen met zich mee voor regionale luchthavens, zoals Rotterdam The Hague Airport. Het wordt steeds drukker op de weg en de bereikbaarheid van de provincie staat onder druk, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Maar mogelijk kunnen nieuwe, duurzame vormen van luchtvaart een rol gaan spelen als het gaat om personen- en vrachtvervoer. We noemen dit ook wel Urban Air Mobility. Zo zijn er mogelijkheden denkbaar op het gebied van pakketbezorging door middel van drones. Dat vergt minder energie dan elektrische busjes en zorgt voor minder congestie op de weg. De drones worden bovendien steeds stiller. Een andere toepassing betreft het vervoeren van luchtvracht door middel van cargo drones. En elektrisch aangedreven luchttaxi's hebben de potentie om personen zeer efficiënt en duurzaam te vervoeren als aanvulling op andere vervoersmodaliteiten. In een aantal Europese lidstaten wordt hier al mee geëxperimenteerd. Zo zullen er tijdens de Olympische Spelen van 2024 luchttaxi's van Volocopter gaan rondvliegen om atleten en VIP's te vervoeren in de metropoolregio Parijs. Rond 2025 worden de eerste commerciële operaties verwacht, ook in Nederland. Het is goed om te weten dat de invoering van U-Space, een digitaal luchtverkeersleidingssysteem voor drones, de provincie meer bevoegdheden kan geven. Nu al is provincie Zuid-Holland bevoegd gezag voor het landen en opstijgen, dus ook voor alle komende aanvragen van zogenaamde vertiports. Dat betekent een nieuwe dynamiek rond de inpassing van luchthavens en mogelijk meer zeggenschap over het gebruik van het lage luchtruim. Provincie Zuid-Holland wil graag een voortrekkersrol spelen als het gaat om nieuwe vormen van luchtvaart. De ontwikkeling van het drone-testcentrum Unmanned Valley met de corridor over de duinen naar de zee is hier een goed voorbeeld van. Denk ook aan de inzet van elektrische luchttaxi's om het Rotterdamse havengebied te verbinden met Rotterdam The Hague Airport. Ook wordt er gekeken naar maatschappelijke diensten, zoals de brandweer en politie of medische diensten. Meerdere mogelijke routes waarbij de derde dimensie kan bijdragen, worden momenteel onderzocht. Nieuwe vormen van luchtvaart vragen de komende collegeperiode om belangrijke politiek-bestuurlijke keuzes op verschillende beleidsterreinen. Eigenlijk moeten er op alle denkbare vlakken afwegingen gemaakt worden. Wonen en ruimte, verkeer en vervoer, natuur en landschap, economie, energie, kwaliteit openbaar bestuur, internationaal, gezonde en veilige leefomgeving en milieu. Het is belangrijk om deze beslissingen te baseren op gedegen onderzoek. Dat traject is al opgestart en de eerste resultaten zijn binnengekomen. Maar misschien nog wel belangrijker is om een nieuwe mindset aan te nemen. Denk 3D.